Dag beste loopvrienden, hier zijn we terug met een interview van Marathon met Moor. Deze maal een iets ander concept. We hebben twee zaken aan elkaar gekoppeld. We hebben Wouter Marijsen aan ons scherm zitten voor een interview. Wouter Marijsen is iemand die de MS Jongerenliga opgericht heeft. En vandaar we zouden graag Wouter zijn verhaal een keer horen over hoe het gecombineerd wordt, wat de MS-liga is, het hele verhaal daar rond en hoe het gecombineerd wordt met ultralopen. Dus ik geef heel graag het woord aan Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Olivier. Wouter, vertel eens. Je hebt zelf MS. Je hebt de jongerenliga opgericht. Maar misschien voor alle duidelijkheid, wat is MS juist? En wat is het hele verhaal daar rond? MS is eigenlijk een chronische ziekte van het zenuwstelsel. Dat is eigenlijk in het hersenvocht die in de ruggenmerg loopt en in je hersenen, daar ontstaan ontstekingen. Dat noemen ze dan opstoten. En ja, dan heb je 100, kan je meer dan 100 verschillende symptomen krijgen. Bij mij is dat dan vooral zenuwpijn, vermoeidheid, soms cognitieve problemen. En als ik heel moe ben, kan ik ook beginnen stotteren. Een beetje donkermanspraat. Dat is eigenlijk wat MS is. Dus kort en heel kort gezegd. Is het een ziekte die je krijgt? Is het een ziekte die aangeboren is? Is het een ziekte die je kunt genezen? Het is een ziekte die niet aangeboren is. Het is een beetje genetisch bepaald, zeggen sommigen. Maar het geneest niet. Integendeel, het is eigenlijk een progressieve ziekte. Je kan je heel je leven stabiel blijven. Je kan ook progressief gaan. Dat je eigenlijk achteruit gaat, stelselmatig, maar ook in heel snelle vorm, tot bij het lederig toe. Ik heb eigenlijk al vormen gezien van de mensen, ook blindheid erbij, schrikproblemen. Ja, ja, klinkt inderdaad ja. Ja. Ja, toch zwaar om mee te leven, zeker dat het iets is dat niet meer voorbij gaat. Als ik dat dan hoor, is het ook een ziekte die later... die later opduikt, die dan ook nog progressief is, die ook nog wat tijd nodig heeft om te evolueren. Dus dan stel ik me voor dat dat vaker voorkomt bij oudere mensen. Maar zij zelf oprichten van de jongerenliga. Mm-hmm. Hoe zit dat juist in elkaar? Vroeger werd de ziekte later ontdekt. Nu zie je de laatste jaren dat de ziekte alsmaar op jonge leeftijd wordt ontdekt. En dat komt eigenlijk door de verbeterde onderzoekstechnieken. We weten heel veel meer van vandaag. Er wordt heel veel meer onderzoek gedaan. In België schatten ze nu dat er ongeveer tussen 12.000 en 13.000 personen met MS zijn. Wereldwijd zeggen ze tussen de 2,3 en de 2,5 miljoen mensen met MS. Dus door de onderzoekstechnieken die alsmaar beter worden, wordt de diagnose alsmaar jonger gesteld. Ik weet van een prof dat er een bepaald iemand is dat hij de diagnose heeft gesteld op 6-jarige leeftijd. Ook iemand op 5-jarige leeftijd. Ik ken heel veel jongen met MS, tussen de 20 en de 30, 35. En omdat er nota was, ik had niemand zonder mij waar ik mee kon praten. Op die leeftijd, dat ik dacht van, ik wil iets waar dan dat jongen met MS toch samenkomen. Ik hoorde ook van andere personen dat ze iemand kennen met MS, maar dat die ook niet wist van, ik kan daar niet over praten met iemand. Het is altijd beter dat je erover praat. Dat je een keer samen bent, dat je je lijden eigenlijk kunt, hoe moet ik dat zeggen, je lijden kunt delen met iemand. Mm-hmm. Dat ligt ook in de beste therapie. En daarom heb ik de jongerenwerking opgericht, samen met nog twee, drie andere personen. En met MS-IGA zelf natuurlijk. En we willen eigenlijk een steunpilaar zijn voor die mensen. Naar de buitenwereld toe ook. Vooral dan, er is heel veel onwetendheid naar MS toe. Want denken, ja, MS, hè, rolstoel, baaf gedaan, en dat is het eigenlijk. Nee, dat is het niet. Dus we gaan ook naar scholen toe. We gaan daar gaan praten van, kijk, wat is juist MS? Vooral naar dan in de zorgsector, mensen die in verpleegkundigen, bij doktersopleidingen en zo, worden wij gevraagd. Gaan we daar gaan uitleggen, kijk, wat is MS? Het is een ziekte met de 1000 gezichten, wordt wel eens gezegd. Daarnaast ook activiteiten organiseren met voor jongeren.
Dus we hebben al een escape room gedaan. We hebben al een cinema geweest, we dansen kunnen gaan eten. Nu is het vooral online dat we dan iets doen. We hebben ook al een congres georganiseerd en zo verder. Ja, maakt het eigenlijk iets toegankelijker om, om erover te praten. Ja, tuurlijk. Ja, om de drempel weg te nemen voor mensen die een MS hebben. Om toch niet, eigenlijk dat je zelf zegt, ergens in een stoel te zitten verkommeren. Ja, dat is moeilijk. Ja. Dus dat is echt moeilijk als je MS krijgt. Het is moeilijk als je MS krijgt. Bij mij was het op mijn 20 jaar leeftijd. Om te zeggen van, hey, ik heb MS. Ik ga het maar eens gaan zeggen. Hè. Het is niet iets wat je s'morgens niet opstaat. Nee. Van, oei, ik heb nu plots... Ja. Ik heb MS. Ja, de stempel van MS. Ik ga het maar gaan zeggen aan je vrienden en je familie. Niemand weet, oei, ja, hoe moet ik erop reageren? Hè? Ja. Dus daarom. En als je dan met lotgenoten bij wijze van spreken kunt daarover praten, mijn leeftijdsgenoten, ja, dan is het veel... Gaat het dan... Dan helpt dat het toch een stukje, hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, als je dan mentaal de gezondheid toch kunt onderhouden, wat dat eigenlijk toch een belangrijk doel is, wat jullie daar doen. En dan het fysieke zelf dan, want ik hoor dat het toch je zenuwen, je spieren, toch serieus aantast of lam legt, bij manier van spreken. Nu, het feit dat wij een Martin Amor interview doen, ja, dat is niet toevallig. Want wat ons toch wel boeit is, dat je daar zelf mee omgaat. Je bent zelf ultraloper, hebt MS. Hoe is dat iets dat je combineert? Ik was voor dat ik MS kreeg, was ik nooit geen loper. Dus ik had nog nooit een 10 kilometer gelopen of een 20 kilometer gelopen. Ik deed aan wielrennen. Dan werd de diagnose gesteld door enorm veel zenuwpijn. En na 2 jaar uiteindelijk de diagnose gesteld van je hebt MS. Ik heb eigenlijk 2 jaar niks gedaan. Maar natuurlijk, daar komen er kilo's bij. Ik deed eigenlijk alles wat ik niet moest doen om de ziekte onder controle te houden. Maar ja, bon, je bent jong. Hè? Je zit daar, dus dat is eigenlijk een beetje bon vivant leven. Feesten en net als zeggen, alles op en eraan. En na 2 jaar, dan gaat het hard rijden. Het gaat niet op je spieren aan. Integendeel, dus het is een zenuwziekte, dus het is echt zenuwpijn. Ik heb vooral zenuwpijnen. En ik begon wat te manken en zo, als ik naar de voorrijd ook ging. Ik stond op 1 been bekam, als ik aan de kassa stond. En dan, geen conditie niet meer. Dan via mijn kine, die mij toch had aangestuurd van toch te proberen iets op maat een doel te stellen en daar naartoe te werken. En ik had er natuurlijk niks beter op gevonden dan te lopen. Ik heb pijn in mijn benen vooral en in mijn schouders. Dus ja, dan toch beginnen lopen, maar dat ging niet echt. En dan doel gesteld, na een paar maanden 10 kilometer. Ja, bon, dat lukte goed. Dan een halve marathon. Ja, bon, oké. Okay. Een volledige marathon het jaar daarna. Ook geld ingezameld dan voor de MS-liga. Ja, oké, okay, mooi projectje. Het jaar nadien dacht ik, bon, dat moet je groter, hè. Dat gaat hier allemaal goed. Dan uiteindelijk de dodentocht gestapt zelf. Enorm afgezien, terug geld ingezameld. Dan dacht ik, ja, misschien het jaar daarna een dodentocht lopen. Waarom niet? En iedereen, ja, verklaarde mij natuurlijk gek. Natuurlijk, ja, dan zijn ze geprikkeld, hè. En dan zijn ze vertrokken. En uiteindelijk, nu zoveel jaar verder. En dat al redelijk wel op mijn palmarès, of hoe dat je het ook noemt. Ja, absoluut, absoluut. Want ik zag ook dat je ook deelgenomen hebt aan de 100 kilometer in Zwevenzelen. Dat je toch een mooi resultaat neergezet hebt. Je loopt niet alleen die 100 kilometer met MS, maar je loopt ze nog een keer in toch mooie tijden ook. Wat dat niet zo evident is. En wat zijn dan de moeilijkheden in zo'n wedstrijd? Want ik kan me inbeelden, als ik wel hoor een zenuwziekte, dat je soms op 1 been aan de kassa moest staan. Maar oké, je gaat dan wel tot 100 kilometer, wat veel mensen zonder MS zelf niet kunnen. Hoe gaat dat dan juist? Is dat een leidersweg, die 100 kilometer? Of is dat nadien? Of is dat tijdens de trainingen? Hoe zien we dat best? Ja, van de training tot de wedstrijd, tot de weken nadien, is voor mij... Mensen begrijpen dat niet. Mensen zien mij een uurtje per dag en denken van... die ziet er goed uit. Wauw. Maar ik ben misschien een meester geworden in het wegsteken van, hè, van vermoeidheid. Ik ben altijd moe. Ik heb altijd pijn. Een training... De training naar zo'n wedstrijd toe is altijd met vallen en opstaan bij mij. Ik heb ook al geprobeerd om met een trainer te werken. Dat lukt niet. Omdat ik altijd moet
we hebben een trainingsschema, of ik maak nu mijn eigen trainingsschema. En dat is dan altijd zo, ja, afwegen een dag zelf, van gaat het lukken, gaat het niet lukken. Heb ik veel pijn, heb ik weinig pijn? Ja, ik neem bijna 7-8 pillen per dag. Mm. Dus dat is ook al meer dan nog mijn behandeling zelf bij mensen. Dat zijn ook pilletjes. Dat was voor kort nog een bakster ook, 1 keer per maand. Dus dat maakt het al heel moeilijk. Ik ga trainen, maar dat is plan A. Maar ik heb ook een plan B. Ik heb plan C zelf. Ja, okay. Dus echt, ik weet ongeveer wat ik moet doen om klaar te zijn. Maar dan moet alle puzzelstukjes ineenvallen. Want ja, dan, ik heb ook mijn heup. Die duikt volledig altijd uit de kom loop. Omdat ik de pijn soms niet voel van het lopen. Omdat ik zodanig veel zenuwpijn heb dat ik gewoon die pijn niet voel. Maar eigenlijk moet die dag alles ineenvallen. Dan hopen dat ik een heel goede dag heb. Dat ik geen pijn heb. Dat ik heel goed heb geslapen. Want dat is ook altijd een moeilijkheid. Mm. En dan, als de conditie goed is, ja, dan lukt het wel. De eerste 2 uur, de eerste 3 uur van zo'n wedstrijd. Maar na 3 uur begint het pas. Hè. Ja. En dan raak ik, dat zeg ik altijd tegen iedereen waar ik mee samenloop. Toen 2 jaar geleden was dat Dinda bijvoorbeeld. Iedereen wel bekend. Ik zei tegen haar van, goh, ik heb pijn, ik heb een slechte dag. En dan plotseling kom ik erdoor. En dan is dat een vicieuze cirkel waar ik in raak. En dan heb ik, dan ben ik ietsje te versnellen. En dan is het eigenlijk de pijn plaatsen. Dan denk ik van die spierpijn hier dat ik nu krijg, dat is niks vergeleken met al die zenuwpijn dat ik al verdragen heb. Dat is opstoten, jaren terug. En dan is dat echt een vicieuze cirkel. En dan kijk ik naar niks of niemand meer. En dat is precies, ja, kostzetting in mijn hoofd voor een paar uur. En dat is dat loopt tot aan de meet. En dat is dat, zoals in zweven zeden, in instuiken. Ja. Dan raak ik niet meer recht. En dan hebben ze mijn redder moeten onder de douche steken. En dan is dat... denken van, shit, hier komt het pas. Hè. Ja. Ik heb spierpijn. Maar dan, ik heb toen 3 weken echt bijna plat gelegen met mijn zenuwpijn. Die verkrampen, volledig. Dus zowel ervoor als daarna is het echt. Maar toch de drive om door te gaan, ook al is ja, de drive. En ik denk, ja, als je 100 kilometer kunt lopen, iedereen die 100 kilometer kan lopen, ik denk dat het ook vooral karakter is, maar dat je ook aanleg hebt om het te doen. Dus ik, ja, waarom zou ik het niet doen? Veel mensen vragen mij de vraag, waarom doe je dat? Ik krijg daar adrenaline van en endorfine. En daardoor voel ik mij beter. Ondanks dat ik achter een training soms uren moet plat liggen. Ja. En ik kan het. En het heeft mij, dat is het enige moment op de hele dag dat ik mijn hoofd volledig kan leegmaken. Ja. Dat ik kan het. Ja, waarom niet? Je kunt even goed in je zetel blijven liggen en ook een opstoot doen. Of je kunt 10 kilometer gaan lopen en ook een opstoot doen. En ik heb daar de aanleg voor. Waarom niet? Ja. Dus voor mij, ja. Ja. En met vrienden bij het zijn. Het ultrawereldje is klein. Iedereen kent iedereen. Dat is ook plezant wat het is. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, ja. En de mentale... Hoe moet ik het gaan doen? Het mentale welzijn is zo groot... Na een wedstrijd. Ja, het weet voor mij niet op. Ondanks dat ik al die pijn heb, weet het voor mij niet op dat ik mentaal wel zijn. En bij vrienden zijn, want uiteindelijk, ja, iedereen steunt elkaar. Ja. Door dik en deur daar, iedereen roept naar elkaar, geeft elkaar een tikje, een knipoogje als we elkaar kruisen. Van kom aan. Dat is het leuke aan de ultra lopen, hè? Ja. Ja. Ja, absoluut. Absoluut. Ik vind het een fantastisch verhaal, Wouter. Ik denk dat het een inspiratie is voor heel veel mensen. Ik hoop dat er heel veel mensen die in een gelijkaardige situatie zitten. Zoiets hebben van, potverdorie, heeft gelijk. Waarom laten we onszelf wegzakken? Laten we wat is zijn voorbeeld volgen? En daarom geen 100 kilometer, maar al is het maar 10 kilometer, al is het maar die loodschoen. Maar bewegen is iemand die bij mij is, iemand die blijft vechten tegen MS, is voor mij... Iemand die MS heeft, is voor mij al een topsporter, want het is iedere dag een gevecht. Mm-hmm. En dat is voor mij, of dat nu 100 kilometer is, of dat nu een kilometer is, of dat nu gewoon bewegen is met armen. MS hebben is... Een topsport. Voilà. Ik denk dat dat een mooie slagzin is om dat toch zeer boeiend interview te kunnen af te ronden. Ja. Ik zou graag nog uren doorgaan, maar we zitten een beetje beperkt in een tijdslot, uiteraard, zoals het is met elk interview. Wat ik daar graag wel een keer wil aankoppelen, en vanwaar de link tussen MS en Marathon d'Amour nu. Dus de organisatie Marathon d'Amour organiseert mee een solidarity run. Maar alle details daarover zijn terug te vinden op onze website.
Dat is, het heeft volledig te maken met het goede doel voor de MS-jongerenliga te steunen. Dus ik zou zeggen, uw verhaal is een prachtig alibi, denk ik, of een prachtig voorbeeld waarom dat iedereen nu onmiddellijk naar de website moet gaan en kijken wat dat inhoudt. En niet alleen kijken, hè, inschrijven en lopen, hè, verdorie. Ja. Dus ik denk, ik hoop dat we al wat deuren geopend hebben. Ik ga u hartelijk bedanken, Wouter, voor het korte, maar zeer boeiende en ik denk toch wel een beetje aangrijpende interview. Ik ga u ook heel veel succes wensen. We komen, zodra er terug wedstrijden zijn, zonder twijfel elkaar terug tegen aan een of andere start. Ja, dankjewel. Oké, veel succes, Wouter. Tot later. Dag, goeie.